In het vijfde deel van deze reeks over balans en resultaat bespreken we het journaal en het grootboek aan de hand van een voorbeeld uit de vorige video, met name de verhuur van een garage. We hernemen kort het voorbeeld. De onderneming verhuurt haar garage. Dit wordt geboekt in twee transacties. Ten eerste de factuur waarbij de vordering op de klant geboekt wordt en een opbrengst geregistreerd wordt. Bij de tweede transactie betaalt de huurder, waarbij onze bankrekening stijgt en de vordering op de huurder verdwijnt. Dagelijks worden in een onderneming de transacties die plaatsvinden geregistreerd in het journaal. De transacties worden chronologisch, dus volgens datum, hierin opgenomen. Het journaal laat bijgevolg toe een transactie snel op te zoeken op basis van de transactiedatum. Periodiek wordt de informatie vanuit het journaal overgezet naar het grootboek. In het grootboek wordt de informatie niet volgens datum, maar volgens element geordend. Op het einde van het boekjaar zal de informatie van het journaal en het grootboek gebruikt worden om de jaarrekening op te stellen. De jaarrekening bestaat uit drie documenten: de balans, de winst- of verliesrekening en de toelichting. We bekijken eerst het journaal voor de verhuur van de garage. In de eerste transactie ontstaat de vordering en stijgen de opbrengsten. De transactie wordt in de vorm van een journaalpost neergeschreven. De journaalpost heeft een datum en een bewijsstuk. Aan de linkerzijde worden de betrokken elementen opgenomen en aan de rechterzijde schrijven we de bedragen in. Hetzelfde doen we voor de tweede transactie. We noteren voor de elementen bank en vordering de bijbehorende bedragen. Mogen we kiezen of we in de tweede transactie de positie van bank en vordering omdraaien? Het antwoord is nee. Zo mogen we ook in de eerste transactie de posities van vordering en opbrengst niet omwisselen. Hoe zit dit precies? Het boekhoudkundig systeem klikt in elkaar door volgende conventie te hanteren. De linkerzijde heet de debetzijde en is voorbehouden voor stijgende activa, dalende passiva, stijgende kosten of dalende opbrengsten. De rechterzijde heet de creditzijde en is bestemd voor dalende activa, stijgende passiva, dalende kosten en stijgende opbrengsten. Schematisch kan je dit als volgt weergeven. Deze conventie dient strikt gerespecteerd te worden. We bekijken vervolgens het grootboek. In het grootboek worden alle bewegingen per element genoteerd. Hierbij worden de stijgingen en de dalingen van elkaar gescheiden door het gebruik van twee kolommen. We noemen dit een T-rekening. Opgelet, voor activa en kosten noteren we stijgingen links en de dalingen rechts. Voor passiva en opbrengsten is dit net omgekeerd. Dit is dezelfde logica als bij de journaalposten. Hetzelfde schema is van toepassing. We passen dit nu toe op het voorbeeld van de verhuur van de garage. We openen 3 T-rekeningen, 2 actief T-rekeningen en 1 opbrengsten T-rekening. De stijgingen en de dalingen van de opbrengsten staan gespiegeld ten opzichte van deze bij de actiefrekeningen. Opbrengsten stijgen rechts en dalen links. Bij de activa-rekeningen is dit omgekeerd. Bij de eerste transactie stijgen de vordering en de opbrengsten. Bij de tweede transactie daalt de vordering en stijgt de bankrekening. We berekenen de totalen van elke rekening. Op het einde van het boekjaar nemen we deze totalen op in de jaarrekening. De bankrekening zal verschijnen onder het vlottend actief. De opbrengst wordt opgenomen bij winst en verlies. We merken op dat de balans uit evenwicht is. Er wordt €500 winst geregistreerd, welke ten goede komt aan de eigenaars en daarom aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. Hierdoor eindigt de balans in evenwicht en is de boekhouding afgewerkt.